Goeiedag dames en heren. Opnieuw hartelijk welkom op het webkanaal van de Dominicanen. Het is de vijfde aflevering vandaag in een reeks met professor Guido van Heeswijk. Het gaat vooral over de plaats van Godsdienst in onze samenleving, de plaats van Christen zijn in onze samenleving. En de vorige keer hebben wij een aantal figuren behandeld die daar alles mee te maken hebben. Vandaag zouden we het willen hebben over Charles Taylor. Opnieuw hartelijk welkom, professor ja. van Heeswijk. De vorige keer bent u geëindigd met te spreken over transcendentie en over ethiek. Uiteindelijk de twee poten, zou je kunnen zeggen, hè, waarop het christendom Rust. Dat het christendom iets ethisch is, hè, dat weten we allemaal. Het wordt zelfs soms verweten dat men het te veel herleidt tot ethiek. Hè. Maar u hebt ook gesproken over transcendentie, over geloof in God, hè, over transcendentie van God. Kan je misschien eerst eens zeggen aan de kijker wat jij onder transcendentie verstaat en dan Taylor, hè, die ideeën van Taylor, daarin naar voren brengen? Ja. Uh, zoals u zegt, wanneer wij vandaag over christendom spreken, dan uh, is het veel makkelijker om daarover te spreken. Dus anno 2019, in termen van uh, ethische gevoeligheid. En dat is ook heel, heel belangrijk. Ik, dat doet mij altijd denken aan een uitspraak van mijn moeder, die zei tot aan de jaren zestig. Gingen de preken over, ze zei, de uitersten. Dat is een oud woord voor hemel, hel en, 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 en vagevuur. En na de jaren zestig spraken ze daar eigenlijk niet meer over. En dan ging het over sociaal engagement, waar ze vroeger minder over spraken. En ze zei dan: Ik dacht altijd dat die twee samen hoorden. En die twee horen natuurlijk ook samen, maar je zit vandaag in wat Charles Taylor. Uh, noemt de, de absolute vooronderstelling van onze tijd, hè, om met Connor over te spreken, is wat hij noemt die imminent frame. Die uh, imminent frame wordt voor mij het mooist verwoord door de Nederlandse dichter Jacques Bloem hè, van de 20e eeuw. Wat is het leven? Het is tussen twee stilten heel even luid geweest. Voor we geboren waren was er niets. We wisten daar ook niets van. Nadat we dood zijn, is er ook niets, en daartussen leven wij. En hier en nu moeten we het doen. Zo zien wij het leven. Wij leven in een geseculariseerde samenleving en daar vertrekken we van. Als we daarvan vertrekken, is transcendentie dat wat dat overstijgt, dat er meer zou zijn dat misschien, natuurlijk weten we dat we biologisch sterven, dat, dat, daar heeft nooit iemand een vraag over gesteld, maar zou dat het eindpunt zijn van de betekenis die wij als persoon gehad hebben of, of hebben, euh, om dat wat overstijgend is ter sprake te brengen, daar heeft onze cultuur nauwelijks nog een taal voor, omdat we alles... Ja, in immanente bewoordingen, in immanente denkbeelden uh, vatten en dat ook zo ervaren. En dus figuren als René Girard en als Charles Taylor zullen filosofisch, maar ook geïnspireerd door, door uh, de Bijbel, proberen op zoek te gaan naar nieuwe bewoordingen om dat ter sprake te brengen. Dus het transcendente is dat wat verbonden is met wat het zichtbare overstijgt, het tijdruimtelijke overstijgt. Het hier en nu overstijgt, wat met innerlijkheid verbonden is enzovoort. Wat dus alleen, eigenlijk, als je het dan talig wilt uitdrukken, alleen via benaderende taal, poëtische taal, muziek, dans, he, kan ja. uitgedrukt worden. Ja. Wel, uh, je zou kunnen terugkeren naar het beroemde woord dat ook vaak geciteerd wordt van de Oostenrijkse filosoof Wittgenstein op het einde van zijn boek dat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog schreef. He, de vreselijke titel: Tractatus logico philosophicus En het laatste woord is: Waarover wij niet spreken kunnen, daarover moeten we dan maar zwijgen. Ik interpreteer dat als volgt: Waarover wij niet meer kunnen spreken, dat is het mysterie van het geloof, de diepere betekenis van innerlijk contact, het mysterie van het goddelijke. En als we daar gaan over spreken in termen. Waarmee we spreken over wat meetbaar is, wat, wat uh, uh, hanteerbaar is, wat mathematisch is, wat empirisch verifieerbaar is, dan, zegt Wittgenstein, dan vergissen we ons van taalspel en taalmengen is gifmengen. Vandaar ook dat in de Eerste Wereldoorlog: God niet ons, Dieu avec nous. God met ons. Dat is een totaal fout taalspel gebruiken om over God te spreken. Dus in plaats van op zo'n foute manier over het mysterie van het transcendente, het geloof, te spreken, kunnen we dan maar beter zwijgen. Dan maken we geen oorlog. Maar na hem is er ook een bekend woord van. De, van Luipen, de Nederlandse fenomenoloog, waarover wij niet kunnen spreken, daarover moeten we spreken, want daarvan leeft de mens. Het hele probleem is, en daar zijn heel veel hedendaagse denkers mee bezig, hoe kunnen we spreken over datgene waarvan de mens ook leeft? Dank je. Um, misschien even terug naar Taylor. Hè? Dus, Taylor spreekt dus ook over transcendentie tegenover immanentie. Om... Ja. Brengt hij dat aan? Ja. Kijk, dat spreken over bovennatuur, natuurlijk, transcendentie, immanentie, dat komt uit onze traditie. Dat komt uit onze metafysische, filosofische traditie die Grieks is, en dat, dat is dan geënt ook op onze religieuze traditie die natuurlijk joods-christelijk is. En de hele vraag is of we in die termen die overgeleverd zijn nog kunnen spreken van die tegenstelling transcendentie en immanentie. Wat mij inter uh, erg interesseert in he veel hedendaagse denkers, veel meer in Frankrijk en in Duitsland en in de Verenigde Staten en in Canada, telkens in Canadees, dan bijvoorbeeld in Vlaanderen, waar er heel veel onverschilligheid is, is dat zij op basis van wat de kern is van ons christendom, namelijk dat het Goddelijke zich incarneert in deze werkelijkheid, dat zij zoeken naar een manier van spreken om dat incarnatorische weer ja, gestalte te geven. Incarnatorisch betekent letterlijk het, zit, het, het mysterie van het transcendente zit diep in ons vlees. Dus moet je zoeken naar een manier van spreken waarin dat transcendente niet louter transcendent blijft, maar Taylor noemt dat. resoneert in het diepste van onszelf. En dus zullen we op zoek moeten gaan naar een taal die resoneert. Want, zegt hij, eigenlijk leven wij, of we ons nu christen noemen of niet, in een cultuur die geëxcarneerd is. Als wij spreken over het transcendente, dan is dat zo theoretisch dat dat uit het vlees gerukt is. En dus moet dat terug in het vlees komen. Het hele punt is nu hoe kom je tot die subtiele talen? Want. Dat hebben wij natuurlijk wel geprobeerd vanaf de jaren 60, 70. Nieuwe liturgie. We zijn naar Hub Oosterhuis gegaan, nieuwe vormen van muziek, gezinsgroepen en zo. En eigenlijk blijft daar vandaag ook heel weinig van over. Dus dat is een ontzettend moeilijke uitdaging die we moeten aangaan. En ik meen dat je daarover in uw laatste boek iets hebt geschreven. Maar dat houden we voor de volgende keer. Van harte bedankt. Graag gedaan. Dames en heren. Tot de volgende keer.